In de Tweede Wereldoorlog waren in Friesland best een soort filmen. Voor een soort mensen ging het leven gewoon terug. En dat kwam wel eens op de film. Gewoon filmmakers namen meer risico, door te filmen wat ze eens net filmen mochten. August 1939, correct voordat de Duitse troepen Polen binnenvallen. Tienduizenden Maliërs moeten haar melden voor het Nederlandse leger. Op de volkshegerskwallen in Bakkeveen maaien ze haar ekleer. Een groepsleider spreekt de mannen moed in. Een soort soldaten binnen op skwallen onderbracht, liek als hier in Ljouwert. Jongens zonder ondervinding leren hoe ze zware wapens broeken matten. Roenom we de oefeningen houden. Op het Wilhelminaplein in Ljouwert hast de ruimte om te marcheren. Er is ook een loftbeschermingsdienst. Borgers krijgen verlichting over wat te doen bij loftaanvallen. Hoe broekst een gasmasker bij gliks? Of hoe zest dat op een holle ijs? Een goed loftalarm is van levensbelang. Daar hast een telefooncentrale voor nodig. En mensen die het weten met de goede knoppen zitten. In het centrum van Ljouwert is een schoolkelder. Bij loftalarm kun je die fiets of die bakfiets het beste maar zo gauw mogelijk aan de kant zetten en de veilige kelder in doeken. Het algemeen hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om 4:15 het volgende mede. Van 3:00 af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend zijn tenminste 6 Duitse vliegtuigen neergehaald. Toske dokter Rodenburg filmt uit zijn hoeswaai hoe Duitse troepen Ljouwert binnenkomen. Nederland had capituleren. Bij het bombardement van Rotterdam binnen haast 1000 mensen omkwamen. Bij zware gevechten op de Grebbeberg sneuvelen meer als 400 Nederlandse soldaten. Het eerste jaar van de bezetting verrint vrij rustig. In Friesland werd zelfs een Alvestedentocht houden. In Hilpen stiert Werner Friedrich Ross langs de route, de hoogste Duitse militair in Friesland. Hij had tegen zijn best dien om op Hitler te likken. Bij de finish in Ljouwert zagen we Duitse militairen die tastzicht houden. Auke Adema uit Frenschet wint deze zonde Alvestede toch. Ross liet hem ex-jam bij oren grote sportevenementen. Liek als hier bij de Snitswieken. Engelse vliegtuigen bombarderen intussen Duitse steden, havens en fabrieken. In de jong van 20 januari 1942 slacht het Nederland Poppeljouwe ta. Een Engelse bommensmieter is door een Duitse jager herrekken en liet een pad van zijn dodelijke lading vallen. Juliana Stritte nummer 1 luidt volslein in puin. Er vallen 3 deden. Dirk Veldman, Alve Ierpas,
Johanna te Winkel Ubels, 24 jaar oud, en haar zwansje Johannes, zij we de foen onder het puin. Friesland had een rieke Joodse skietnis. Er waren verskate synagoges, maar die van Ljouwert als een strielend middelpunt. En om de put hinnen een libbende Joodse wiek. De nazi's nemen al gauw anti-Joodse maatregels. Bordjes mooi voor Joden verboden. Het dragen van een Jodenstier. Meer als 100.000 Nederlandse Joden en ex-Zigeuners werden uit kamp Westerbork waai naar de vernietigingskampen in het eerste deportieren. Maar 5.000 komen we weer om. Waar het een oproep van Westerbork krijgt en hem net meldt, werd terug de plisje van Hoeselen. Dat bad hier, maar de familie de Jong uit Ljouwert. De oerboorman filmt het stiekem. In november 1942 verlitte Hoyt Israël en zijn dochters Rachel, Bernadina en Nicolina haar hoes. Ze nemen de trein naar Westerbork. Daar aankwam, werden ze dadelijk op het trein naar Auschwitz zet. Een week later komen ze alle treien om in de gaskamers. Vier maanden later helpt het verhuisbedrijf Posma haar hoes onder Spanjaards lenen leeg. Dat filmt oerboorman Rodenburg ek. Hij weet net dat symbolen dan al vermoorden binnen, maar zijn beeld van het lege hoes toont de waanzin van de Holocaust. De jeugdstorm gooit een baltje intussen op het Ceylon, een Hitlergroet. De Nederlandse arbeidsdienst houdt een manifestatie. NSB-kopstik Rost van Tonningen is er ek. Hij giet oer uw economie. Voor een vol plein spreekt er oer werk en arbeid. Jonge mensen die het helpen bij de onlis van dieken en kanalen. Na een ier kist teken je voor het Oostfront om daar nuttige dingen te doen. En dan speecht Seyss Inquart, de heegste Duitse militair in Nederland. Hij had het grif oer de nije vrouwtwadder, het tredde riek en de Führer die dat alles mogelijk maakt. Zijn Hitlergroet werd massaal beantwoord. Hij zei het vers neer oer het brute geweld, de Jodenvervolging, de tienduizenden Nederlanders die het verplichten werden zullen om in de wapenfabrieken in Duitsland te werken. Om aan die arbeidseinsatz te ontkomen, doeken een protemeesken onder in 1944. Guam-producten binnen alleen nog op de bon te krijgen. Suiker, thee, koffie. Er komen surrogaten op een merk. Douwe Egberts verkeert het koffie onder de naam Fama, makker van de wattel van Sigorij. Het is bitterder en zwierter als de koffie van Bienne. In de steden binnen gaarkeukens. Als te min eten, dan kist daar te lonen. Hier de gaarkeuken van Balswert. In de hongerwinter worden de riegen lang. De helft van Nederland is nog bezet en afsnijd van eten. In de grote steden komen duizenden mensen om van de honger. Wanhopig rennen mensen de Oostlidiek oer, biddelend om een poedeje appels of wat malken bij de boeren in Friesland. In januari 1945 laait de stad Roermond in de frontlinie. De inwenners moeten voort uit de stad. In treinen gingen ze door Duitsland naar Drenthe, Grijns en Friesland. Het is een barre tocht. Lietse bijen komen om van de kelt en er vallen deden en verwoenen als de treinen onderwijs bombarderen werden. Hier sjost hoe een groep vlechtlingen veilig met de boot in Balswert aankomt. Roenom in Friesland werden ze bij gezinnen onderbracht. Op 23 januari 1945 filmt Oets Andries Brouwer uit Dokkum wat grauweligs. Het kisten van 20 malen die een dag jedder op de ijsbaan achter zijn hoes deersketten binnen. Achter een zouderuitwaai filmt er hoe de deertskisten in riegen opsteld worden. De mannen binnen fusilleren na een oerval op een Duitse auto met een belangrijke vijzende erin. De oerval slaagt, want de vijzende ontkomt, maar een Duitser en de chauffeur komen om.
Commandant Groentman van de Sicherheitsdienst in Ljouwert neemt wraak. 20 vezenen uit Ljouwert en Grijs werden naar Dokkum gebracht. Het is de grootste executie in de oorlog in Friesland. Een koerierster op een paard. Op een fiets brengt ze geheime boodschappen van het verzet rond. Mensen nemen onderdoekers in huis. Verzetsmensen, Joden onder waar bijen en baby's. Malië die het weigeren in Duitsland te werken. Begin 1945 slagt het Friese verzet om de Sicherheitsdienst aan te lusteren. Bij boekhandel Willinga in Ljouwert is een geheime aanlusterpost. In de verhoorkamers van de SD hing je verborgen microfoons en telefoons werden aantapen. Het aanlusterwerk is heftig, juist ook de martelingen. Heel april 1945. Canadese troepen binnen onderwijs naar Noord-Nederland. Hier in Snits pakken Duitse soldaten in en zetten al meesten zwier demotiveren. Als de bezetters voortbinnen bij de vleenbasis in Ljouwert, slopen en verzegen meesten van alles wat ze daar vinden en nemen de buurt mee naar huis. In de morgen van 15 april binnen de binnenlandse strijdkrachten dat een soort verzetsmeesken bijzitten, de baas in Ljouwert. Die nacht hebben ze de laatste Duitse soldaten en sloepskutters uitskekelen. Opluchting en blijdschap. Na 4 uur is Ljouwert weer vrij. Met help van de politie wordt de stad bewaakt. De Canadezen binnen er nog net. Ze komen eraan. De binnenlandse strijdkrachten hebben de situatie ook op orenplakken onder controle. Lik als hier, op het waadeiland Skilge. Welkom, beste bevrijders, schreeuwt de haas op een loeken van zijn etalage. De eerste vlaggen gingen uit. Massaal rennen de mensen uit. Ze binnen in ontocht, de Canadezen, met haar jeeps en tanks. En daar binnen ze, in Ljouwert en jij er al in Drachten. De eerste close-ups van helden. Mensen beklimmen de jeeps en de tanks. Ze willen de soldaten onroodje. Eerste contacten met de lijn. Misschien beginnen de leefdes. In Ljouwert binnen duizenden mensen op het dik. Hier bij het nauw wapperen de vlaggen. Er wordt zongen en doen ze. Maar er wordt ook geraasd en scolden. Lik als hier in Jereveen, bij de arrestatie van verrieders en mensen die het nauw geerwerken met de bezetter. Er worden beste klappen uitdeeld. Mensen willen wraak. Op een nijsteed, bij het politiebureau in Ljouwert, gaat het hut om hut. Er werden ook vrouwen gearresteerd, beschuldigen van een relatie met een Duitse soldaat. Vingers in de eren om het geraas van omstanders maar net te jaren. Doek oer de holle, waaikroepen wollen. Gewoon vrouwen werden zelfs keelskeerd, moffe hoeren werd erop. En wat voor de ene feest is,
is voor de oor een trauma. Net alle vlaggen wapperen. Gon hing je heel stok. In Jereveen, bij de begrafenis van Sieger van der Laan. Hij riet mooi op een Canadese tank als ze besketten werden. De Canadezen schieten waarom en een groepje Duitse soldaten jouwt haar oer. Van der Laan treedt op als tolk. In ienen loekt de Duitse officier zijn wapen en schiet van der Laan deed. Een drama. Hij is net de jinnigste die in die laatste dagen van de bevrijing zijn limmen liet. Op 3 mei in jontje 45 is het weffeest. Dan is de Church Parade, een grote parade terugliauwd. Soldaten, verzetsmeesken, koeriersters, elk wat belutsen wie je bij de bevrijing rint mooi. Voor de slachtoffers wordt een bedenking houden in de grote kerk. Op Schiermonnikoog is de bezetting pas voorbij op 11 juni. Duitse soldaten en een groep SS'ers op een vlecht zitten vast op het eiland. De Canadezen vallen het eiland net om, net meer slachtoffers. Uiteindelijk jouwt de Duitse commandant hem oer. Op de Sediek bij Dokkemarnije Sielen steen de Canadezen klaar om de krijgsgevangenen in te rekken. De oorlog had diepe wonden slaan. De bevrijing is voor elkeen een oorverhaal. Er wie heldenmoed, maar ook verrieën en een heel soort leed. Mensen hebben ben, leefsten, freunen, soms hele families verlen. Deze filmbeelden lieten een fractie zien van wat er bad is. Maar met de beelden die er binnen, hebben wij dags even mooi liggen.